Zaterdag is het weer zover. Het heerlijk avondje is dan weer gekomen met z'n allen. Een ouderwets Hollands kinderfeestje. En Henk Westbroek en Henk Temming hebben daar al een paar jaar geleden een heel leuk liedje over geschreven. Dat was toen al enigszins apart, want Sinterklaas, wie kent hem niet, dat vonden we raar. Maar Henk Westbroek dacht bij zichzelf, het is nu 2009, we gaan een nog veel gekkere versie maken. En die klinkt zo. Wat bewoog Henk Westbroek? Laten we eens even gaan bellen. Met Henk. Henk, zo snel heb ik nog nooit de telefoon horen opnemen. Ja, maar Rick, ik sta al als een kind dat op Sinterklaas wacht 5 minuten lang naar die telefoon te trappelen. Dat snap je wel. Nou kennen we allemaal Sinterklaas, wie kent hem niet, Henk? En dat was destijds, precies van Sinterklaas, wie kent hem niet, dat zeg je toch niet. Maar het werd uiteindelijk toch een van de meest bekende Sinterklaasliederen. En wat je nu hebt gemaakt, Satan Klaas. Ik moet heel goed luisteren om te horen dat jij het bent, Henk. En ik vraag me dan ook af, wat wil hij? Nou, ik wil eerlijk gezegd helemaal niks. Behalve natuurlijk een chocoladeletter van de Sint, als het eenmaal zover is. En als hij dan per ongeluk fout is, die chocoladeletter. Nou, dan heb ik pech gehad, maar zal ik hem toch moeten opeten. Want anders is er natuurlijk vernieling van kostbare grondstoffen. Nee, ik heb het liedje in de eerste plaats helemaal niet gemaakt. Ik heb alleen een kleinere refreintje meegezongen. Gezongen? Nou, gezongen is een groot woord. Misschien ik heb een klein refreintje meegeblerd. Ja, maar sommige mensen hebben nou het gevoel dat een prachtig stukje Nederlands folklore helemaal teniet wordt gedaan door Henk Westbroek. Ach, als je meiden, dat meen je niet. Nou ja, laat ik het dan zo zeggen, dan doe ik mijn eigen folklore, zoals je dat zo mooi zegt, teniet. Nee, het zit zo. Ik krijg een mailtje van een paar jongens van een of ander hardrockbandje uit Nijkerk. Want zoals je weet is dat het centrum van de Nederlandse hardrock. En Satan. En van Satan. Ja. Die zeiden, wij willen een persiflage gaan doen op dat Sinterklaasliedje. En vind je dat erg? Ik zei, joh, persifleer maar raak. Dat vind ik alleen maar leuk. En ik heb daar op een zolderkamertje van een keurige hardrocker die overigens lesgeeft op een middelbare school. Ik meen dat hij daar Frans geeft. Ja, dat is geen grapje, want het is echt waar. Een keurige nette jongen. Dan heb ik daar een refreintje ingezongen en ben weer naar huis gegaan nadat ik in Nijkerk natuurlijk heerlijk sperrips gegeten had. En vervolgens zei ik, jongens, doe ermee wat je wil. En ze hebben daar een liedje van uitgebracht. En ik kan er wel om lachen. Omdat het A, een persiflage is op Sinterklaas, wie kent hem niet. B, een persiflage is op alle ridicule hardrock. Je weet, die hardrockers die lopen altijd nogal te koketteren met de duivel. En die gaan dan op het podium, tenminste een enkeling onder hen, gaan ze dan kippen de kop afbijten, allemaal van dat soort dingen. En het is ook een beetje een persiflage op dat koketteren met de duivel. En ik weet niet of je de tekst hebt kunnen volgen. Nee, eigenlijk niet. Ik heb hem 4 keer moeten lezen, toen snapte ik hem ook. En de diepere betekenis zal ik even uitleggen. Iemand van onbestemde leeftijd komt er naar een op 30-jarige leeftijd achter, of laat zich aanpraten, zou ik zeggen, dat de Goedheiligman niet bestaat. Schrik daar zo van, en zoals je weet is de Goedheiligman een ondergeschikte van God de Schepper. Een onderknuppel. En een onderknuppeltje. En hij schrik daar zo van dat hij overloopt naar zijn tegenstander. Ah. Dat wil zeggen, de tegenstander van God de Schepper. En die heeft zijn eigen Sinterklaas, die Satan Klaas heeft. Ja, ja. Nou, die blijkt dan uiteindelijk ook niet te bestaan. Dus iemand blijft als het ware in een dorre cadeauwoestijn achter. En erg teleurgesteld, maar blijven hopend op cadeautjes. Waarmee Satan Klaas verklaard is. Dankjewel voor dit gesprek, Henk. Graag gedaan, Rick. Dankjewel. Met paas denk ik aan Sinterklaas, dan stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed gelijk zijn paard.